Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis De Zwijger. Goedenavond, beste kijkers. Namens Pakhuis De Zwijger, Stichting Comité Nederlands Ereschulden en Historie Bersama heet ik u van harte welkom bij het programma Indonesia Antikoloniaal Verzet en Herstelbetalingen. Dit programma maakt deel uit van de livecast-reeks Emancipating History, wat georganiseerd wordt vanuit Pakhuis De Zwijger, met ondersteuning van Stichting Democratie en Media. Mijn naam is Fitria Jelita, uw moderator voor vanavond. En vanavond zullen we het hebben over het Nederlands kolonialisme in voormalig Nederlands-Indië, waar wij Indonesische perspectieven zullen belichten. Doel van Emancipating History is om emancipatiebewegingen en geschiedenissen uit te lichten van minder gehoorde stemmen. Vandaar dat wij dit ook vanavond zullen doen met de Indonesische perspectieven. Het programma zal bestaan uit twee panelgesprekken. Het eerste panelgesprek gaan we het hebben over emancipatie, protest en herstel vanuit Indonesisch perspectief. Waarna we in het tweede panelgesprek gaan hebben over erfenissen die het Nederlands kolonialisme heeft achtergelaten in Indonesië. Het tweede panelgesprek wordt gehouden in het Engels. Dan nu, voordat ik u presenteer aan de deelnemers van de panelgesprekken, wil ik u meenemen naar het onderwerp van vanavond, namelijk Indonesië, voormalig Nederlands-Indië. De grootste voormalige kolonie van Nederland, 350 jaar lang gekoloniseerd, waar Nederland als koloniale macht structureel misdaden gepleegd heeft tegen de mensheid. Genocide, 500.000 tot slaaf gemaakte, raciale apartheid, verdeel- en heerspolitiek en grondstoffen en landbouwstoffen heeft geplunderd. In 1945 heeft Indonesië dan eindelijk haar onafhankelijkheid uitgeroepen onder leiding van oud-president Sukarno. Nederland weigerde dit te erkennen en begon aan een herbezetting dat nu bekend staat als de politionele acties. 100.000 tot 150.000 Indonesische verzetstrijders, waarvan bekend, zijn omgekomen door de Nederlandse gruweldaden. Uiteindelijk heeft Indonesië herstelbetalingen moeten doen aan Nederland en tot 2003 hebben zij deze betalingen gedaan. In totaal 4,5 miljard gulden. Na de onafhankelijkheid leefde Indonesië tussen 1967 en 1998 onder een dictatuur van oud-president Suharto, die samen met westerse machten samenwerkte aan het vermoorden van tussen de 500.000 en 2 miljoen communisten tijdens de Koude Wereldoorlog. Dan nu, het eerste panel. Emancipatie, protest en herstel vanuit Indonesisch perspectief. Daarin ga ik spreken met Francisca Patipilohi, die de voormalige kolonie in levende lijven heeft meegemaakt. Zij is in 1965 naar Nederland gekomen en is sindsdien actief in de zwarte migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging in Nederland. Daarna zal ik ook spreken met haar dochter Dida Patipilohi. Die is actief betrokken en vanuit Nederland ook voor allerlei internationale solidariteitsbewegingen. En ook de acties tegen het militair regime van Suharto. Ook bij mij aanwezig hier is Jeffrey Pondaag, oprichter van Stichting Comité Nederlandse Ereschulden. Stichting Yayasan KUKB. Jeffrey heeft onder andere de Nederlandse overheid geprocedeerd voor misdaden die zij hebben gepleegd tussen 1945 en 1949. En in het eerste panel spreken we ook met Marjolein van Pagé, historica en oprichter van Historie Bersama, een platform dat Nederlands, Engelse en Indonesische vertalingen maakt van content aangaande de koloniale geschiedenis in voormalig Nederlands-Indië. Dan zal ik me nu richten op u, mevrouw Patipilohi. Van harte welkom, Allen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Heel fijn dat u er bent. U hebt natuurlijk de Nederlandse koloniale bewind meegemaakt, hè, in voormalig Nederlands-Indië. En dan hebben we het over raciale apartheid. Hoe uitte zich dat toenertijd? Ja,
dat is heel erg ingewikkeld. Ik ben geboren in 1926. Ik ben het enige kind dat in Makassar is geboren van mijn ouders. De rest van mijn broers zijn in Batavia geboren. Maar in 1926 was de eerste opstand van de staking van het spoorwegpersoneel Surabaya Batavia. En ik kwam net als baby, ik was 9 maanden oud of zoiets. En we zouden van Surabaya naar Batavia vertrekken, naar het huis van mijn ouders. En toen wij dus niet konden vertrekken omdat er de eerste spoorwegstaking was. Dat was eigenlijk de eerste waar ik mij natuurlijk helemaal niet van bewust was. Van een hele ernstige tegenstand van Indonesië tegen het koloniale bewind. Ik ben vanaf de wieg zijn mijn drie broers en ik met Nederlands opgevoed. Omdat mijn vader, die architect was en natuurlijk alleen maar bouwde voor Nederlanders, wel wist dat als je het Nederlands niet perfect beheerste, dat je dan geen toekomst had in Nederlands-Indië. Dus ik werd... En op de lagere school was ik mij niet zo bewust van dat er eigenlijk nauwelijks Indonesische leerlingen waren. Want er waren wel veel Indo-Europese leerlingen. Ja. Die er vaak hetzelfde uitzagen als wij. Dus... En als je tot je 12e jaar heb je nog niet zoveel bewustzijn van je sociale leven. Maar toen ik dus op de HBS kwam, toen ik van de lagere school afkwam, toen kwam ik tot de ontdekking dat er in mijn klas, in de eerste klas HBS van 30 leerlingen, er maar 4 niet Nederlanders waren. Daarvan was ik 1 van. En was er nog 2 Chinese en 1 Javaanse leerling. Ja, u hebt dus echt van alles van dichtbij meegemaakt. En als ik me nu bijvoorbeeld richt op de raciale systemen die het Nederlands koloniale bewind... Ik wou zeggen, dus eigenlijk was ik van het begin helemaal me niet van bewust dat er een verschil was tussen de Indonesische en de Nederlandse maatschappij. Want er was zo'n, hoe noem je dat, mindset. Dat inlanders waren gewoon inlanders. En die waren dus niks waard. En Nederlanders, die waren van alles. En dus kreeg je les in Nederlands. Je kreeg les in... de blanke duinen en hoe heet dat nou enzovoorts. En ik was me dus helemaal niet van bewust, pas op de middelbare school, dat het helemaal niet ging over Indonesië. Dus die apartheid, die was er dus eigenlijk al heel erg lang. Maar als je nagaat dat in het statistisch sekboekje van 1941 stond, dat van de 65 miljoen... inlanders, maar 5% kon lezen en schrijven. Dat is dus 3 miljoen van de 65 miljoen. Dan kan je wel nagaan dat niemand eigenlijk iets wist van zijn eigen geschiedenis. Wat het kolonie, dat het gewoon was dat de Nederlanders alles... de superieure macht en mensen waren. En wij gewoon blij moesten zijn als je dan nog mee kon doen, bijvoorbeeld naar school en zo. Ja, dus voor de grote bevolking werd ook onderwijs ontzegd. Ze hadden helemaal geen toegang tot onderwijs, geen toegang tot... Nee. En de enige taal, wij hadden 150 verschillende etnische groepen, ieder met hun eigen taal en cultuur. Maar de enige taal die werd gebezigd was Maleis. Ja, Bahasa Indonesia. Ja. Pas toen de Japanners ons bezetten, kwam ik tot de ontdekking dat
er helemaal geen minder, want er was wel bijvoorbeeld op de Passer Malm, dat is een fair, de jaarlijkse fair, ja. Er waren 3 ingangen. 1 voor de Europeanen, 1 voor de vreemde Oosterlingen, dat waren Arabieren, Chinezen en Indiërs, en 1 voor de inlanders. En mijn vader met al zijn geld, auto enzovoort, stond mooi met zijn gezin bij de ingang van de inlanders. Ja. Er was een ongelooflijke segregatie die gewoon als werd aangenomen. Ja. 3,5 eeuwen in indoctrinatie is natuurlijk niet zomaar eventjes met een kleine nationale beweging weg te werken. Nee, begrijpelijk. En u zegt net ook dat er natuurlijk heel veel verschillende etnische groeperingen zijn, hè, in voormalig Nederlands-Indië. En een groot deel daarvan is ook uiteindelijk naar Nederland gekomen. Kunt u iets vertellen over die verschillende groepen? Want je hebt nu bijvoorbeeld ook de Indische mensen en de Indonesische mensen. En heel veel, nou ja, sommige mensen die weten het verschil nog niet te benoemen. Ja, maar die 150 verschillende etnische groepen, het waren allemaal Indonesiërs. Die woonden op Sumatra, op Java, op Sulawesi, op Kalimantan, Borneo en Nieuw-Guinea en de Molukken. Ja. Maar er waren alleen maar 200.000 witte Nederlanders en 300.000 Indische Nederlanders. Ja. Dat waren de zogenaamde Indo's. Dat waren dus kinderen van een Nederlandse vader en een Inlandse moeder. Wat heel raar is, want als je een Nederlander hebt met een Franse moeder, dan ben je gewoon Nederlander. Maar ja. In Indonesië was het dus zo, als je moeder een Inlandse was, dan was je Indo-Europeaan. Ja, en niet Nederlands. Hè? Niet Nederlands ben je dan, dus dat maakt ook deel uit. Nee, ja, voor de wet wel. Voor de wet was je Europeaan, maar je werd niet behandeld als een volle Nederlander. Bijvoorbeeld, je kon niet, je werd altijd wel minder betaald voor dezelfde werk. Ja. Het was veel moeilijker om baantjes te krijgen, goede banen en zeker geen allerhoogste banen. Dus er was wel degelijk ook een segregatie voor de gemengde groep. Ja, helder. En uiteindelijk bent u in 1965 naar Nederland gekomen. Dat ja. Klopt, hè? Hoe was dat? Eigenlijk meer de, hoe noem je dat? De mensen die zich de gemengde groep, de Indo-Europeanen, er waren er ongeveer, geloof ik, zo'n 300.000 van die voor de wet Neder-Europeaan waren, die voelden zich allemaal, die konden kiezen. Ze konden ook gewoon Indonesiër worden, maar de meesten wilden dat niet. Die zijn dus naar Nederland geëvacueerd. En verder zijn ook, er was de hoe noem je dat, de raciale uitdrukking van de Nederlands koloniale beheer was het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indische Leger. Ja. Dat bestond uit allemaal Indonesische soldaten, Molukkers, Javanen, Soedanezen. En die moesten dus in Nederlandse officieren moesten ze de zogenaamde orde en de rust herstellen. Maar zij werden bijvoorbeeld ingezet om de Atjeërs te doden voor het, hoe noem je dat? Voor het winnen van specerijen? Ja. Ja? Ja. Het monopolie de peper. En bijvoorbeeld Bali. De oorlog van Bali werd ook door de KNIL gevoerd. Waar ze ook hun eigen broers en zusters moesten vermoorden voor het monopolie op, hoe noem je dat? Hoe noem je dat? Drugs. Oh ja.
Ja, dus, voor opium was het volgens mij. Dus het koloniale leger is echt het uiterste product van de Nederlandse koloniale racistische maatschappij. Ja, en uiteindelijk zijn ook... En die zijn ook naar Nederland gegaan. Ja, precies. Dus na de onafhankelijkheid hebben deze groepen zich verenigd om naar Nederland te komen. En daarvan zijn natuurlijk ook nog verschillende groepen in te benoemen. Waaronder dus de Indische gemeenschappen. U bent zelf ook naar Nederland gekomen. Hoe was dat voor u? Ik ben pas naar Nederland gekomen na de genocide van 65. Die is uitgevoerd met, hoe noem je dat, ondersteuning en financiering van Amerika om het communisme in Oost-Azië te vernietigen. Ja. En ik heb in mijn man verloren en ik ben toen met mijn vier kinderen naar Nederland in 1968. Ja, geëmigreerd. En u heeft zich sindsdien ook sterk gemaakt voor kwesties rondom Indonesië. Hè? Vanuit Nederland ook georganiseerd. Hoe heeft u zich daarvoor gewerkt dan? Wat hebt u daarna gedaan? Nou, in het begin moest ik heel voorzichtig zijn, want Nederlands was het er wel eens geweest met de genocide van 65. Dus als je in Nederland was, dan was je eigenlijk een beetje een figuur die je niet zou moeten aannemen. Maar omdat het KIT in Leiden een hele grote Indonesische collectie materiaal uit Amerika kreeg, en zij hadden geen mensen die Indonesisch kenden, was een advertentie voor een kracht die wil gaan werken in de documentatie Indonesië in Leiden, waar ik op gesolliciteerd heb. Mm-hmm. Want degene die dat baantje wilde hebben, moest wel bereid zijn Indonesisch te leren. En dat hoefde ik dus natuurlijk niet. Maar ik was trouwens de enige sollicitant. Dus dat heb ik wel eerst 5 jaar gedaan. Ja. En daarna ben ik dus weggekocht door het Tropeninstituut. Omdat dat een documentatie voor de ontwikkelingslanden ging oprichten. Waar ze mij dus ook voor hebben geïngehuurd. En eigenlijk pas vanaf die tijd heb ik me durven of willen bemoeien met de acties voor de hernieuwing van Indonesië. Ja. Want ik ben wel... ik heb wel inderdaad meegewerkt aan de Zwarte Vrouwenbeweging. Omdat die is ontstaan uit zwarte universitaire vrouwen die tot de ontdekking kwamen dat zij helemaal geen podium kregen in Nederland. En dat het daarom belangrijk was om een eigen... En dat is dus de organisatie Flamboyant geworden in het begin, in de... Eind 70er jaren. Ja. En dan ga ik nu even over naar Jeffrey Pondaag. Hier van Stichting Comité Nederlandse Ereschulden. Yayasan KUKB. Het verhaal wat mevrouw Patipulohi zojuist vertelt. Kunt u zich daarin herkennen? Nou, allereerst wil ik even duidelijk maken. Het begint eigenlijk met dit, hè. Er zijn 3 zakjes. Hier is mij begonnen. En wat ik mij bezwaar maak is alsof Nederlands-Indië van Nederland is. Kijk, deze zakje, dat is peper. Dit is chanké, de kruidnagel. Kruidnagel, ja. En dit is dus de beruchte notenmuskaat. In de Gouden Eeuw, notenmuskaat. En ik wil zeggen, waar haalt Nederland het recht om een land die 18.000 kilometer ver ligt als Nederland bezit te beschouwen? Hoezo Nederlands-Indië? Hoezo dat het van dat land van het die 18.000 kilometer ver ligt van Nederland? Ze zijn dieven. En ik kan u wel vertellen waarom ze dieven zijn. Kijk. Dit is de Gouden Koets. Als je dan goed kijkt naar de Gouden Koets, die elke derde dinsdag van september
naar de, hoe noem je dat? Prinsjesdag. Met die Prinsjesdag. Dat het, zeg maar, de begroting daar wordt gepresenteerd. Wordt gepresenteerd. Dit zijn gewoon dieven. Ja. Hoe noem je dat? Je had het net over 4,5 miljard gulden dat Indonesië schadevergoeding heeft betaald aan Nederland. Nee, dat is 103 miljard euro's. Dat is onderzocht, laatst gepubliceerd in de Groene Amsterdammer. Dus als je het hebt over Nederlands-Indië, dat is gewoon fout. Ja. Dat is een bezetting. Nederland heeft een land die 18.000 kilometer ver ligt, bezet. Ja, die vraag die u hebt gesteld, hè, die vraag die u ook eerder hebt gesteld, van hoe haalt Nederland het recht vandaan om een land dat 18.000 kilometer verder ligt als de haren te beschouwen. Wat voor reactie krijgt u daarop als u die vraag stelt? Ze kunnen geen antwoord op geven. Tot de dag van vandaag, niemand kent mij de antwoord. Zeg maar, en ze blijven maar zeggen dat het Nederlands-Indië is, dat het van Nederland is. Dat is gewoon onzin. Is dit... ik bedoel, er wonen 70 miljoen tot 100 miljoen mensen toen in die periode. Ja. Waar zijn ze dan? Ja. Ik bedoel, hoezo? Dus, en dan heb ik het over 45, 49, hè? Ja. Misschien daarvoor iets minder. Maar die mensen die wonen daar al. Ja. Het is geen België dat je eventjes zegt van nou, dat het land van ons is. Ja. Dat kan ik wel, zeg maar, best voorstellen. Is deze gedachte dan ook de motivatie geweest achter de rechtszaken die u hebt aangespannen tegen de Nederlandse nou, overheid? Nou, niet dat. Kijk, ik ben in 69 hier aangekomen. En die, hoe zeg je dat... de aanhangers, hè? De gesubsidieerde racistisch verraders, Indisch, het Ambonese knil en de Nika, die hun broeders en zusters namens hun koninkrijk moeten vermoorden en executeren, ja. Die waren hier al toen. Dus ik kwam hier, dus mijn familie, ja. Die zegt tegen mij dat jullie Indonesiërs zijn extremisten, terroristen en rampokkers. En dat Sukarno, zeg maar, nou een collaborateur is. Mm-hmm. Ik bedoel, hoezo? Ja. Maar u hebt ook familieleden die Indisch zijn. Klopt dat? Nou ja, wat ik net noem. Dus die Indische mensen, dus die gesubsidieerde racistische verraders, ja. Dat zijn ook mijn families. Die zeggen tegen mij, ja. Ik was toen zeg maar in die periode 16 jaar. Ja. Die zegt tegen mij van dat de Indonesiërs extremisten en rampokkers en terroristen zijn. Ja, maar nu hebt u dus, u bent nog steeds bezig met een aantal rechtszaken ook tegen de Nederlandse overheid voor de misdaden die zijn gepleegd. Dat is een koloniale rechtszaak. Ja. Daar moet ik me bij neerleggen. Het is gewoon een koloniale rechtszaak. Ja. Het is niet een rechtszaak wat het eigenlijk moet zijn. Mm-hmm. Want kunt u daar eens ook wat meer over vertellen? Waarom is het niet een rechtszaak wat het moet zijn? Deze mensen, zogenaamd inlanders, die hebben in die periode geen rechten. Mm. Wat er nu gebeurd is, de rechten van de mensen die wel, die zogenaamde Indo's en zeg maar die racisten, die wetten worden toegepast op hun. Ja. Maar dat klopt niet. Ja. Het moet eigenlijk gewoon een... Nogmaals, ik heb natuurlijk gezegd dat ik dus daar moet, zeg maar, bij neer moet leggen. Maar het moet eigenlijk gewoon een soort Nuremberg rechtszaak zijn. Want Nederland die heeft daar... Nederland is nog erger dan de Duitsers en de Japanners. En weet je waarom? Wat de Duitsers en de Japanners hebben gedaan, hebben Nederland al gedaan. Ja. En al die jaren. Ja. Ja, dus die rechtszaken, die moet zeg maar onafhankelijk zeg maar gebeuren. Maar goed, Nederland doet er niks mee. Nee. Tot de dag van vandaag.
Ja. Dus ja, en bovendien, als je het hebt over die schadevergoeding, dat is gewoon een sigaar uit eigen doos. Ja, dus dan hebt u het over de schadevergoeding die Indonesische slachtoffers en nabestaanden krijgen naar aanleiding van de rechtszaken. Ja, ja. Dat is sigaren uit. Ja. Kunt u daar een voorbeeld uit noemen? Wat heeft iemand gekregen na een laatste rechtszaak bijvoorbeeld? De laagste is €123,48. Ja, en waarom kreeg hij dat? Dat is in de wet zo besloten. Ja. En ze zeggen ook, de rechtbank zegt, die hebben dus een soort formule. Dat de mensen toen in die periode €100 per jaar verdienen. Ja. Ja, nou, het is nogal logisch. Die mensen die kunnen niet meer verdienen, omdat ze dus gewoon... Onder bewind. Nou ja, ze worden niet beschouwd als mens. Hm. Ja, dus dat systeem waar mevrouw Patipiro het net over had. Ik wil even duidelijk maken waarom ik hier echt zeg maar bezwaar maak. Omdat de Nederlands volk, die krijgen gewoon een verkeerde informatie hierover. Ja. Het KITLV, het NIOT, het NIMH. Ja. Heet die ook weer? Friedus Steylen, die dus zogenaamd de Mulkse zaak daar professor is nog van geworden is. Hij moet vertellen wie die mensen zijn. En waarom zijn ze hier? Die Molukkers hier is niet die Molukkers die daar zijn. Die moet hij vertellen. De KITLV moet ook vertellen. Ja. Waarom die mensen die hier zijn? De instellingen die u zojuist noemt, die zijn op dit moment ook bezig, hè, met een grootschalig onderzoek. Dat ik geloof, waarvan de resultaten dit jaar bekend zouden worden gemaakt. Ja. Het is een 4-jarig onderzoek. En u was ook volgens mij bij een van de evenementen die ze hadden georganiseerd, uitgenodigd. Nou ja, kijk, bij de eerste kick-off is alleen maar mijn naam genoemd. Ja. Maar de tweede, volgens mij hebben ze, nou ja, ze kunnen niet anders, denk ik, dat ze mij zeg maar hebben uitgenodigd om daar het woord te doen. Ja. Ik vind gewoon dat Nederland gewoon een schaamteloze volk is. En als we nu even teruggaan naar de rechtszaken, die u nog steeds voert. Wat voor impact heeft het gebracht voor de Nederlandse samenleving? Is het onderzoek, is daar nou, eigenlijk het gevolg niks. Van? Eigenlijk niks. Tenminste, mijn gevoel is eigenlijk niks. Oké. Okay. Kijk maar de koning heeft gezegd in maart. Ja. Dat hij dus excuus aanbiedt ten aanzien van extreem geweld. Alsof gewoon geweld normaal is. En niemand reageert daarop. Ja. Dus het is toch een koning die dat zoiets zegt. Ja. Dat ben je toch achterlijk? Een normaal geweld is normaal. Dus alleen maar het extreem geweld moet je daar wat aan doen. Kom op. Ze hebben zelf meegemaakt... Onder de Duitsers, onder de Japanners hebben ze zelf meegemaakt. Ja. Ze waren ook al, hoe noemen we het, met gruweldaden bezig. Van Heuts, Pieterszoon Koen, Daalden, de weg van 1000 kilometer. Ja. Ze hebben alles grof. Shell is daar begonnen, Unilever is daar begonnen. De Focade, noem maar op. Daar vergeten de Nederlanders daar. Ze zijn daar rijk van geworden. Mm. En ik maak me bezwaar omdat ik niet, hoe zeg je dat? Mijn bezwaar is dat het Nederlands volk dat moet weten. Dat de AOE bijvoorbeeld, die Drees heeft gemaakt. Dat is gefinancierd van die 4,5 miljard gulden. Ja. Die wij als schadevergoeding hebben betaald. Ja. Dus die dingen moeten ze gewoon weten. Ja. En wij zijn hier niet uit de lucht komen vallen. Nee. Als Nederland niet daar is geweest, ben ik hier niet. Zo simpel is dat. Nee. Dus ga niet zitten zeuren. Wat doe je hier? Nee, je moet aan je regering vragen. Wat doen jullie daar? Mm-hmm.
Ja, wat hebben zij daar... Ja, wat hebben ze daar te doen? Ja. En ik vind dat het eindelijk moet zijn dat die misdaden wat ze daar gepleegd hebben... Want het is een oorlogsmisdaad. Ja. Het sturen van militairen is een oorlogsmisdaad. Ja. En dan hebt u het over de periode 1945-1949 vooral. Dat is een oorlogsmisdaad. Ja. Waarom? Nederland is net bevrijd. Ja. Dat is de Atje-oorlog. Reageren. De Atje-oorlog is ook een misdaad. Ja, uiteraard. De Baat-oorlog ook. Uiteraard is dat zo. Maar even voor de duidelijkheid... als men zeg maar, onderzoek doet van 1945-1949... dan moeten ze daar duidelijk in zijn dat het een oorlogsmisdaad is. Ja. Ik bedoel, Nederland is al weggeschopt door de Japanners in 1942. Ja. En bovendien, bij het begin beginnen, waar haalt Nederland het recht... om een land die 18.000 kilometer ver ligt als Nederland bezit te beschouwen? Hoe komen ze daarbij? Ja. Nu werd net ook al door u genoemd hè, over de excuses van koning Willem-Alexander. Dat is door velen niet verwacht, geloof ik. Marjolein van Bree, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe blik je daarop terug? Ja, die excuses die wat Jeffrey net al uitlegde, die waren, moet heel duidelijk zijn, die waren niet voor de hele oorlog. Mm-hmm. Die waren al helemaal niet voor de koloniale bezetting van 350 jaar. Die waren alleen voor wat zij noemen extreem geweld. En ja, extreem geweld is natuurlijk een zeer koloniale uitdrukking. Want dat betekent dat ja, er gewoon geweld is en dat geweld... ja, geaccepteerd is of zo, dat wel mag. En dus in deze manier van denken is, zeg maar, de rechtszaken die kans maken via het advocatenkantoor van Lisbeth Zegveld, zijn de zaken van mensen die bijvoorbeeld, burgers die zijn standrechtelijk zijn geëxecuteerd. Die maken kans. Maar als nou jouw vader de wapens op heeft gepakt in die tijd en hij heeft gevochten als een militair tegen het Nederlandse leger, maakt hij hier geen kans via deze rechtsgang. Waarom niet? Dat is geen extreem geweld. Dus dat is wat Jeffrey bedoelt met de rechtszaken zijn in principe koloniaal. En dat is natuurlijk alleen al omdat zij dus mensen die in dat hele apartheidssysteem... hadden die niet diezelfde rechten als Europese toplaag. Ja. Maar nu worden ze wel zogenaamd behandeld door die Europese wet. Terwijl, moet het duidelijk zijn, in die tijd... was er een apartheidssysteem. En dat wordt helemaal niet, daar wordt overheen gepraat, dat wordt niet benoemd. Ja. En dat maakt het dus eigenlijk een hele koloniale rechtsgang. Ja, en wat Jeffrey net ook al heeft benoemd hè, over de geschiedschrijving hier in Nederland, dat er nog veel onbekend is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat er heel veel wel bekend is eigenlijk, hoor. Want als je weg weet te vinden in het archief... of als je kijkt naar de boekenkasten vol die geschreven zijn... het is niet dat ze het niet weten. Maar het is wel, hoe wordt het uitgelegd? Ja. Wij hebben in 2002 hadden we hier nog een VOC-viering in Nederland. Vanuit de overheid, alle hoogwaardigheidsbekleders zaten in de ridderzaal. Koningin erbij, het hele feestje compleet. Mm-hmm. Dus... ja, daar staan we nog. Ja. Er is toevallig in deze zaal... nu, 3,5 jaar geleden een onderzoek gepresenteerd. Ja. En op die dag, ik was toevallig een van de genodigden in het panel... zaten we daar met z'n allen, bijna allemaal witte mensen op een podium. Mm. Minderheid had of een Indische of een Molukse achtergrond... maar er waren nul Indonesiërs... En niemand die zich dan afvraagt van, is dat eigenlijk, kan je wel zo praten? Het zou hetzelfde zijn als men na de oorlog in Duitsland iets organiseert om iets te herdenken of iets te onderzoeken. En men nodigt zeg maar even alleen nazaten uit van hen die het geweld uitvoerden. Mm-hmm. En men nodigt helemaal niemand uit die kan nadenken of kan schrijven vanuit dat andere perspectief. En dat was. En dat onderzoek komt eind. Dit jaar wordt dat gepubliceerd. Ja. En wat ik daar misschien nog over kan zeggen is... want we zeggen natuurlijk aan één kant dat die rechtszaken koloniaal zijn... maar wat er ook is, ze zijn misschien wel koloniaal... maar als middel hebben ze heel veel in gang gezet. Ja. Ja, dat was dus ook een van mijn vragen. Wat was de impact zeg maar, van die rechtszaken ook op de Nederlandse samenleving? Want wat Jeffrey zegt, nou eigenlijk niet heel veel...
Ja, omdat het resultaat in verandert de Nederlandse of dat niet. Nee. Dat is, daar kun je van zeggen, ze veranderen niet. De structuren veranderen niet. Nee. Maar als impact van... Want er zijn dus in die lange geschiedenis zoveel mensen geweest die zich tegen het koloniale regime hebben verzet. En dat heeft altijd zin. En het systeem reageert ook altijd. Ja. Dus wat je ziet is dat zelfs een Multatuli, een witte man die een boek schreef, hè, die daar is ook iets uit voortgekomen. Ja. En dat is nog steeds koloniaal. Hè. De ethische politiek werd ingevoerd in begin 1900, zogenaamd. Hè, ze hadden allemaal mooie woorden. Het bleek een doekje voor het bloeden. Ja. En zo zie ik ook dat onderzoek. Ik vind het heel erg dat steeds die verbanden niet worden gelegd. Ik denk dat het zo is gegaan. Jeffrey is gaan procederen sinds 2008. Ja, de eerste aanklacht werd in 2009. Als ik nu even tussen mag komen, het is toch heel belangrijk. Voordat we die zaak hebben begonnen, hebben we eerst een brief gestuurd aan de regering om zeg maar die zaak buiten de rechtszaal te behandelen. Maar die is van tafel geveegd. Dus ik wil alleen maar zeggen hoe de Nederlanders daar zeg maar tegenaan kijken. Uiteindelijk moeten we dan natuurlijk zeg maar naar de rechts gaan. Ja. Ga verder. Nou, het verband tussen die, dat is niet toevallig. Dus ik denk, je hebt eerst dus 2008, 2009... 2011 de eerste echte uitspraak. Nederlandse staat was schuldig, was een bijzondere uitspraak. En vervolgens zie je dat in 2012 drie instituten, KITLV, NIMH en het NIOT, schrijven een open brief in de Volkskrant dat ze geld willen hebben voor het nieuwe onderzoek. Ze krijgen al geld, hè? Ik bedoel, het zijn al instituten die subsidie ontvangen en ze wilden nog meer geld. Omdat, ik bedoel, al die jaren, wat hebben zij al die jaren gedaan? Niks. En nu ineens veel meer in het nieuws was over die rechtszaken. Nu wilden ze nog meer geld om nog meer onderzoek te doen. Want dat is toch bijzonder, want er waren al onderzoeken, tenminste, voorheen. Ja, maar niet zo grootschalig onderzoek. Dat was er nog nooit echt geweest. Mm-hmm. En er was wel bijvoorbeeld... Maar waarom juist nu? Is dat nou, ik denk als reactie op de rechtszaken. Kijk, ze willen natuurlijk niet koppelen aan een cementarbeider. Ik bedoel, het is iets, dat zijn instituten. Ja. Die willen dat niet zeggen van, ja, dat komt door die stichting. Mm-hmm. Zo oneerlijk zijn ze nou. En het is niet toevallig dat juist hij, hè, dus dan denk ik dat is een boegbeeld van iets die een ontwikkeling in gang heeft gezet. Ja. Wordt op zo'n grote avond de presentatie van dat grote onderzoek, er zijn al geen Indonesiërs, wordt hij niet eens uitgenodigd. Nou, ik vind dat gewoon... Dat geeft al aan wat voor onderzoek het is. En er is natuurlijk, misschien ook belangrijk om te melden, is dat wat toen gebeurd is, is dat Jeffrey en Francesca Patipiloi elkaar, jullie hebben elkaar toen leren kennen en gezegd, wij gaan een brief schrijven. En ik ben daar toen op ingehaakt. Ik heb die brief in drie talen gepubliceerd. Dus dat is een open brief met bezwaren die aan de overheid is gestuurd. Met inhoudelijk, heel uitgebreid, allerlei inhoudelijke punten waarom dat onderzoek niet deugt. En ja, het is echt bizar. En dan wordt wel op een jaar daarop hebben ze toen Jeffrey 10 minuten spreektijd gegeven, maar er wordt gewoon helemaal niet over Tante Cisco. Misschien mag ik daar iets belangrijke punt waarom wij ook die open brief hebben gestuurd. Ze onderzoeken 45, 49. Ja. Ik zit net te vertellen dat in 42 Nederland eruit geschopt is in drie dagen tijd op de fiets door de Japanners. Ja. Dat moeten ze erbij halen. En, wat ik altijd zeg, waar haalt Nederland het recht om een land die 18.000 kilometer ver ligt als Nederland bezit te beschouwen? Daar moeten ze beginnen. Ja. Maar dat en ja. Mm. Ik bedoel... Mag ik een kleine opmerking maken? Ja, uiteraard. Het is toch schandalig dat ze 4 miljoen uitgeven voor een onderzoek van vier jaar en 285 euro uitgeven aan die arme jongen die zijn vader heeft zien vermoorden toen hij pas 8 jaar was. Ja, ja. Dat was de laatste rechtszaak. Dat is kolonialisme op zijn ui. Ja, ja, ja. Ja, even voor de duidelijkheid, dat is... Meneer Lambogo, die zijn vader is onthoofd. En die krijgt inderdaad
die 200 euro nog wat... Als vergoeding? Als zogenaamde schadevergoeding. Mm. Ja, dat noemen ze immateriële schadevergoeding. Immaterieel. Ja, ik denk dat dat inderdaad een heel sterk voorbeeld is van waarom dit alles... Het is niet een stukje. Kijk, dat vind ik ook zo typisch aan hoe er met kolonialisme wordt omgegaan. En dat is waarom ik zeg, het systeem reageert altijd. Maar het heeft liever dat je niet aan connecting the dots doet. Je moet het fragmentatie, dus dat alles maar... Je mag wel wat praten over die gouden koets, maar je mag wel... praten over 45, 49, maar je mag het niet... In verband brengen. Ja, zien van het verband. Bijvoorbeeld in 1969 had je hier, toen Jeffrey Nederland aankwam... toen had je een veteraan, Joop Hütting, die uit de school klapte op tv. En dat al die historici die aan dit onderzoek meewerken, die zeggen... ja, door hem, de klokkenluider, is het... voelde de regering zich genoodzaakt om een excessennota op te stellen. Ja. Het was in 3 maanden gefixt en het was niet compleet. Dat wordt ook nu allemaal erkend. Maar wat zij niet doen, dezezelfde historici... ze erkennen niet dat zij diezelfde rol hebben... als die mensen die toen dat stukje van 3 maanden... dat die excessennota hebben opgesteld. Zij zijn niet Joop Hütting. Hij is in dit verhaal op dit moment... nog meer dan Joop Hütting natuurlijk, want hij is ook nog Indonesisch. Maar waarom kunnen ze wel dat verband zien tussen een klokkenluider in 1969... en die zetten ze helemaal op een voetstuk. Geweldig wat u heeft gedaan. Maar waarom zien ze niet dat zij zelf... Ja. Remy Limpach wordt nu gezien als de man waardoor de overheid het ineens Als aanleiding van het onderzoek. Ja, dat zegt de overheid zelf. En ze doen net alsof het allemaal door Remy Limpach komt... die zo'n dikke onleesbare pil heeft geschreven, waardoor de overheid zei... oh, nu gaan wij toch eens geld uitgeven. Nee, het is omdat de rechtszaken doorgaan... omdat ze niet willen betalen en omdat het klein gehouden moet worden. En die verbanden, die worden steeds niet... Ja. Maar hoor, het een belangrijke punt is ook nog dat Remy Limpach... die werkt natuurlijk bij het NMA. Ja, dat is zo onlogisch. Ik bedoel... Je werkt eigenlijk voor je eigen regering. Dus wat u zegt is eigenlijk dat het onderzoek niet objectief is? Nou, het is niet zomaar voor zijn regering. Het is nog veel meer dan dat. Het NIMH het valt direct onder het ministerie van Defensie. Van Defensie, ja. En dus de staat die dan zich moet verdedigen in die aanklachten die ze via Jeffrey krijgen... ik heb wel eens die landsadvocaat gesproken. Ja, die is natuurlijk geen historicus. Dus die gaat dan naar het NIMH. Ja. Hij klopt aan bij Remy Limpach. Remy Limpach moet hun helpen in het afwijzen van die claims. Dus, en dan gaat hij in een onderzoek zitten en dat is dan allemaal helemaal neutraal. Hoe kan dit? Ja. Hoe kan dit? Ja. Het is om simpel te zeggen... De advocaat van de staat... Ja. Die gaat naar die NMA. En die NMA die zegt van... die casus waar de stichting daarmee komt... die staat niet in onze archieven. Ja. Punt. Ja. Dus klaar. Ja. Dus, zo gaat het. Oké. Nu wil ik even overgaan tot de vraag van hoe nu verder. Wat is er nu dan wel nodig om geschiedschrijving als zodanig... juist en accuraat weer te geven aan de Nederlandse samenleving over dit verhaal. Ik wil ook even Dida Patipilohi aan het woord laten. De dochter van mevrouw, Francisca Patipilohi. U hebt zich ingezet voor verschillende internationale solidariteitsacties. En met name ook tegen het militair regime van oud-president Suharto. Want Indonesië is na de onafhankelijkheid ook niet geheel onschuldig gebleven. Hoe hebt u zich ingezet voor deze beweging tegen Suharto? Zoals eerder gezegd, ik ben in 68 naar Nederland gekomen. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk pas in aanraking gekomen met een actie voeren tijdens mijn studie. Ik ben in Amsterdam gaan studeren, antropologie, en daar zit Wim Wertheim. Hij is de oprichter van Comité Indonesië. En Comité Indonesië is een beweging of een organisatie die zich afzet tegen het Suharto-regime, militaire regime in Indonesië. Het Sukarno
regering, eindelijk na 1949, om Indonesië op te bouwen. Mm-hmm. Die was, dat moet ik even een beetje vertellen, dat die was begonnen om zich af te zetten tegen alles wat met het imperialisme, het Westen te maken heeft. Die wil een staat opbouwen samen met andere onafhankelijke staten in Azië, Afrika en later mogelijk ook in Latijns-Amerika, om een onafhankelijke staten te zijn en niet afhankelijk te zijn van de grote, de Big Brother, het Westen en Amerika. En daar is Sukarno's regering bezig om tot 65, helaas inderdaad met behulp van Amerika, is het regime, het leger, onder leiding van Suharto, heeft het hele structuur kapot gemaakt. Alle linkse mensen, communisten, in de gevangenis gestopt of vermoord. Ja. En we zijn weggegaan. En eigenlijk het Comité Indonesië, waar ik dus tegenaan liep toen ik ging studeren, werd hij opgebouwd, is eigenlijk een reactie op het IGI, Intergouvernementele Groep voor Indonesië. Die is opgezet. Als we praten over het kolonialisme, kunnen we nu zeggen dat het Suharto-regime een soort neocoloniale regering is. Ja. Want het IGI bestaat dus uit ontzettend veel landen, onder andere Amerika, Zwitserland, Japan, België. Oh. Dat is een groep die dus heeft ingezet in 67. Dus dit is dus 2 jaar nadat het regime zich gevestigd in Indonesië, om het regime te helpen in economische situatie. En daar is op een gegeven moment ontwikkelingshulp op ontstaan. Het heet dan ontwikkelingshulp. Maar ontwikkelingshulp is eigenlijk een nieuwe vorm van kolonialisme. Het is samenwerking met een regime ten behoeve van het bedrijfsleven van Nederland en het Westen. Ja. En daar hebben we dus acties tegen gevoerd. Want in Indonesië bleek dus niet het enige land te zijn in een dergelijke situatie in die tijd. We hadden toen ook op een gegeven moment ook in Chili werd ook nog een dergelijke machtsgreep gedaan door het militairen. En daar was dus ook een comité opgericht in Nederland. In die tijd waren gelukkig wat jongeren vrij veel bezig met actie voeren. Er waren ook milieubewegingen, antimilitarismebewegingen. Daar hebben we ons ook bij aangesloten. We waren bezig om bewustwording te creëren in Nederland. In te kijken van, dit zitten verbanden. Wat Marjolein daarnet zei, mensen leggen geen verbanden. Hier hadden we dus over verbanden. Niet alleen maar binnen Indonesië, maar ook binnen een land. Maar ook tussen thema's. Dat wapenleveranties naar Indonesië gedaan werd door Nederland. Dat een regime, militair regime. Nou, daar vochten wij tegen. Daar maken we acties tegen. Ja. Dat is dus wat ik in die tijd belangrijk vond. Dat mensen in Nederland bewust worden gemaakt van de situatie waar Nederland erg veel aan mee heeft gedaan. In de rest van de wereld, met name in de derde wereld werd dat dan genoemd. Ja. Oké. Als we nu even kijken, want u hebt gezegd bewustwording, dat is heel erg belangrijk. En het leggen van verbanden, hè, van het koloniale bewind, maar ook wat er daarna is gebeurd. Wat zijn nu eigenlijk de meest concrete stappen? Wat er moet gebeuren om de geschiedenis van deze minder gehoorde stemmen kenbaar te maken? Nou, zoals al eerder gezegd. Er moet stem komen van de onderdrukten. Dat was ook onder andere wat wij toen deden. Het ging dan wel over één land, maar het principe is hetzelfde. De stem laten horen van de mensen die onderdrukt werden. En dat kenbaar maken hier. En ook dat mensen van hier naar de landen gaan kijken van hoe gaat dat dan? Hoe werkt onderdrukking? En dat verspreiden. Ja. Het bewustzijn van. Het is makkelijk om vanuit een perspectief van je eigen land. Van oké, we hebben misschien allemaal niet zo goed gedaan
Maar het was goed bedoeld. Wat Jeffrey zei, het was aan eerste instantie een koloniaal regime. Is geen goed iets. Een militair regime in Indonesië was geen goed iets. Dus dat kan je niet gewoon zomaar opzij zetten. Mm-hmm. Dat moet je ook meenemen in de dingen die je doet. Die acties die je voert. Bewustwording in de vorm van geschiedschrijving. Ja. Zoals een boek wat net gemaakt is door David Rijbroek. Dat revolutie die ging uit van in de Indonesische mensen. Die heeft een heleboel mensen geïnterviewd daarover. Ja. Of een Vincent Bevins, die daar, een Amerikaan, die ook, maar ja, dat is helaas in het Engels, die ook vanuit een heel ander perspectief dan wat. Of in Nederland, een Wim Wethem, die heeft over het koloniale geschiedenis vanuit een Indonesisch perspectief geschreven. Ja. Maar ja, dat wordt niet echt naar buiten gebracht. Dat kent men niet. Nee. In een algemene bewustzijn van het Nederlands publiek. Wilt u ook op deze vraag reageren? Nou, het is maar goed dat je dat doet. Want ik vind het toch heel belangrijk dat die daar hier aanhaalt. Wat de meeste mensen ook vergeten, er zijn 7000 Indonesische weigeraars. Dat zijn er echte Nederlanders. Beginnen van 18 jaar tot boven de 20. Die niet zijn gegaan, bewust niet zijn gegaan. Ja, die hebben ook gezegd van, we gaan niet. Want wij hebben dus, wij vinden dat die in Indonesië 17 augustus 1945 onafhankelijk is. Daarom gaan we niet. Maar die krijgen 4 tot 7 jaar gevangenisstraf. Mm-hmm. Dus als Nederland iets wil gaan doen met hun geschiedenis, moeten ze deze mensen niet vergeten. Ja. Ja, want zij hebben gelijk. En daarnaast vind ik dat Nederland schade moeten betalen aan het Indonesisch volk. En bovendien, Nederlands volk moet de Indonesisch volk bedanken. Hm. Dat ze vandaag op deze manier zo kan leven hier in Nederland. Dus dat wil ik eigenlijk even zeggen. Dus die dingen wat ik net noem, die moeten daar in de geschiedenisboekjes komen. Dus Nederland is niet vanzelfsprekend rijk geworden. Klopt. Dus naast bewustwording ook vooral erkenning, neem ik aan. Ja, dat is heel duidelijk. Marjolein, wil je daar ook nog even op reageren op die vraag? Ja, ik zat, wat er concreet moet gebeuren? Ik zat twee dingen waar ik aan zit te denken. Dus één, aanhakend op wat die daar vertelt over de continuïteit in kolonialisme. Dus het als we het, ik denk dat het heel belangrijk is om te zien dat het een empire, een wereldrijk is, waarin dus die machten met elkaar samenwerken. En dat dit wereldrijk tot op heden nog niet gevallen is. Want als we dat niet, kijk, we kunnen praten over het verleden, maar dan hebben we het over dat bepaalde vormen, uitingen van dat systeem opgehouden zijn met bestaan. Ja, Indonesië of de Nederlanders gingen in 1949. Gingen weg. Maar vervolgens waren er weer nieuwe, eigenlijk, het systeem vond zich opnieuw uit. Ja. En dat gebeurt steeds. En daarom zeg ik dat het, zei ik net eerder al, dat het systeem ook constant anticipeert. En daardoor, want het is niet misschien zichzelf dat het zich vernieuwt en dat het weer in een andere gedaante aan ons. En dan kunnen wij denken. Nu is er echt verandering. Het verandert. Maar ik zou denken, wees niet te snel overtuigd dat er nu bijvoorbeeld in deze tijd, dat het er nu allemaal echt anders is. Want dat wordt steeds gedacht. Maar we moeten kijken naar fundamenteel. En daarom het tweede punt over representatie. Dus wat je nu ziet is dat ook KITLV, die gaat zich dan achter Black Lives Matter scharen. Doen ze met een hele mooie tekst op hun website. Maar ze sluiten Francesca Patipiloli, ze sluiten Jeffrey keihard buiten. En die gaan dan op zo'n website dat zeggen. En dan denk ik, die diversiteitsagenda, dus zeggen, we moeten meer mensen, niet-witte mensen of mensen van kleur in bij ons hebben, in onze gelederen hebben, dat is niet de oplossing. En ik refereer even aan een uitspraak die ik zag in een gesprek, ook hier, Pakhuis de Zwijger, met een paar maanden geleden was Sandhu Hira hier. En die zei toen daarover, diversiteit op zich is natuurlijk belangrijk. Want je kunt niet met, als dit systeem met
heel veel witte mensen zo doorgaat, ja, dan gaat het echt niet veranderen. Diversiteit is belangrijk, maar hij zei ook, het gaat ook om de inhoud en het perspectief. Dus natuurlijk gaat dit grote onderzoek ook samenwerken met Indonesiërs. Dat zeggen ze ook. Dat zeggen ze ook bijna als argument. Dus je kunt geen kritiek op ons hebben, want we zijn helemaal niet racistisch. Kijk maar. Mm-hmm. Maar het gaat erom, als zij mensen, in dit geval twee Indonesische mensen in Nederland, de mond willen snoeren omdat de inhoud hun niet aanstaat, dat ze die brief gewoon laten voor wat het is. Dat geen enkele redactie van een gevestigd media-instituut nooit op het idee is gekomen om hun samen in een dubbel interview, vertel nou eens wat jullie kritiek is op dat onderzoek. Ja. Niemand doet dat. Nee. En daarom zeg ik, laten we niet trappen in die diversiteitsleugen, want dat is het gewoon als het gebruikt wordt om mensen aan zich te scharen die met hun meepraten. Nee, het gaat om diversiteit, representatie, maar ook om perspectief. Ja, helder. Ja. Nou, mooie woorden. We moeten nu wel overgaan tot het tweede panelgesprek, which will be held in English. Because here we have Tatiana Lukman with us connecting through Zoom, who is an Indonesian activist and writer. And also with us today is Mr. Hadi Purnama, who is a PhD candidate of international law at the Vrije Universiteit Amsterdam. Welcome. Thank you for joining us. I understand, Hadi, you're connecting from Indonesia right now? Yes, I am. Thank you for having me here. Sure, you can understand, you can hear me, right? The connection is good? Yeah. Okay. Yeah, the connection is fine. Great. So the second half of our discussion tonight is actually about the legacies of Dutch colonialism in Indonesia. Mm. And if we look at the legacies of Dutch colonialism today in terms of economical, social, and legal perspectives, what can you say about that? What do you see? I think what I see is quite a lot, actually, how the colonialism has inherited into the Indonesians, not only in legal, but also in politicals and also in socials and economics. One of for examples in economy, in economic area is that the Indonesians still very heavy on the export of raw materials to the developed countries. That's one of the problems, which is as developing countries and then a newly independent state after the World War II, Indonesia, it's still very much dependent on its economy by the exporting raw materials for developing countries. And then that's something that has been inherited by the colonialisms. In the social area, there is still the discriminations and also the gap in the social structures, the difference between ethnicity, race in Indonesia, which is some of them are inherited from the colonialism. For example, like the different way of the government treat Chinese, for example, and the way of limited their field of work, for example, that's also become a problem in Indonesia, which is it's also inherited from colonial administrations during a colonial period in Indonesia. So that's the problem. And when we speak from legal perspective, since Indonesia's independence, Indonesia still use most of the Dutch law during the colonial period, like for example, like civil code, criminal code. Although Indonesia already created a new law, but the problem is that Indonesians in creating a new law still based on the old law. If we speak about the law itself, we know that the law can be neutral at certain degree. However,
as a tools for colonial for colonial powers in Indonesia, for the Dutch in Indonesia. The law is a tool for Dutch colonial powers to oppress Indonesians or to oppress people in Indonesia, which is still being part of Indonesians today. That's something we inherited. So, I mean, the problem with... Can you give a concrete example of that? Excuse me. Can you give a concrete example of that, of how the Indonesian law can actually oppress its citizens based on Dutch colonialism? Yeah, for example, is that during the Suharto regimes, you know, the Suharto still use, for example, like seditions, seditions articles, which is it's used by colonial power at the time to oppress any critical perspective or any critical opinion from Indonesian citizens. So that's how it happens in Indonesia. Although now this has been abolished by after the Reformasi in Indonesia, but the way of the systems work, especially in the legal systems of Indonesia, which we inherited from the Dutch colonial systems, we still use this law sometimes to oppress the Indonesian citizens. In their freedom of speech. Depend, for example, like a freedom of speech, for example, a freedom to a freedom of opinions, even as go as far to the academic freedoms, which is it's supposed to be very open to the to any scholar to speak about their mind because it's in the base of knowledge and on the base of science. So that's also that's become a problem in Indonesia. Yeah. That's what we inherited in from colonial power. This is something that need to be changed in the future. However, the problem that existed, it's somehow it has a gap between our like Indonesian founding fathers and what happens today. Yeah. I think one of the gap existed because of a lot of interventions that coming during the period since Indonesia's independence until current period, because of there are so many influences, either, for example, since we proclaim our independence in 17 August 1945, there was military aggressions and bersiap periods, which is as part of interventions by the Dutch to reclaim their territory. Yeah. And then there was a Cold War afterward, which is the war between communism and capitalism between US and the Soviet Union, which also given a lot of influence in the way of Indonesian to be existed as a nation. Yeah. I think also become a problem of that's why it's from that Cold War it established Suharto as an authoritarian regime for 32 years. So I think it's interesting that you mentioned the independence of Indonesia at 17th of August 1945, a date that till this day is still not recognized by officially recognized by the Dutch authorities. How does the Indonesian government, how do they look at this fact? As a state, Indonesia, of course, Indonesia still exercised its power, and then Indonesia still consider the Indonesia independence in 17 August 1945,
whatever the other countries, even the Dutch, recognize or not the independence of Indonesia, but Indonesia still... they still claim that 17th of August. Still claim the 17th August 1945. And then it is also become an issue actually for at the beginning from, you know, between Indonesia and Netherlands, the way of their relationships. And then it's also become some kind, you know, of issues from time to time, whether, you know, Indonesia should, whether the Dutch or Netherlands should, you know, recognize Indonesia's independence. But the problem is that if the Dutch recognize Indonesia's independence in 17 August 1945, there will be quite a lot legal consequences for the Dutch. For example, like reparations that need that to be paid, because they in 1945 to 1950s, and then, you know, like previous before 1945, for hundreds of years, Dutch has done actions that violated, you know, international law, yeah, which is these reparations, either in term of finance or other thing, should be paid to Indonesian. So what Dutch claim for Indonesia, actually it's against the law, so or can be considered illegal, mm-hmm, because Indonesia is already independent state in 1945. Yeah, yeah, clear. So in terms of the history and decolonization that we've been speaking of this evening, how does the Indonesian government look back on his history right now? Can you say something about that? One of the Indonesians' policy, actually, I've been talking with the different peoples, even with the ambassador of Indonesia, not the current one, but the previous one, about these issues. Because sometimes when I was in Netherlands, sometimes we've met, and then, you know, we've you know, discussed certain issues. Indonesia, Indonesian policy doesn't want to, you know, rock the boat, you know, the relationship between Indonesia and Netherlands, but they also not, you know, like prohibit Indonesians, you know, activists to go, you know, after, you know, the Dutch government in terms of the way of asking the recognitions of Indonesia's independence. Yeah. So I think what the government, because Indonesia's government, of course, there are a lot of things that, you know, interest that, you know, as a state, of course, you know, like, but however, Indonesian government also have very strong, you know, positions in this case, because Indonesian's government never, you know, like prohibit any Indonesians to, for example, like in the case of Rawa Gede, mm-hmm, or South Sulawesi. So although there is no you know, support directly from Indonesian's government, but I think Indonesian government very aware of this kind of situations. Yeah, so they don't directly support it, but they did let it happen. So yes, there is, yeah, okay, clear. Now I want to speak to Tatiana Lukman, Indonesian writer and activist. Thank you for joining us. I have a question for you. I think a lot of people, well, some people that I know, and they tell me that when it's when we're talking about Dutch colonialism in Indonesia, in terms of Indonesian perspectives, they say that most Indonesians are not interested in their own history. They're not interested in apologies from the Netherlands.
How do you look at this? Is this true? Look, I have prepared to answer, you know, two questions, you know, that Max has asked me. And this question, well, I would prefer to answer the second question first, and then, because I need a background. Okay. A historical background. And then I come to the first question and to the question that you have just asked. Yeah. You see? Yeah. Can I? Of course. Can I do that? Yes. Yeah. For example, you know, I prefer, well, I would like to talk a little bit about the struggle for independence against the Dutch colonialism. Okay. You know, that is in the 20s, you know, because the struggle against the Dutch colonialism began with the first national uprising. That was on the 12th November 1926. Mm-hmm. And it was led by the Communist Party of Indonesia. The repression of uprising resulted in 17 communists hanged, 1,000 imprisoned and sent to the concentration camp in Bovendigul, West Papua. Among them were my maternal and paternal grandparents, grandfathers, and of course their families. My paternal grandmother didn't survive the harsh and inhuman condition of the camp. So prior to that uprising, the resistance against the Dutch was carried out by locally and led by religious leaders and members of aristocracy. So PKI was the first political party to use the word Indonesia, and its members extended to other islands, to Sumatra, Sulawesi, and Maluku. So it's impossible to talk about the struggle for independence without talking about the communists and the left. Mm-hmm. So in that struggle, you know, there was various groups representing different and even opposing class interests. And that brought about internal conflicts and clashes. And that is normal because that is a manifestation of class struggle. So in the Western world and in the new order regime established through the 65 military coup, They have been trying to obscure and conceal the important role of the left and the communists in fighting against Dutch colonialism. Mm-hmm. So the importance and the magnitude of the force of the left and the communists has been proved by the effort of the US and Dutch imperialists to destroy and liquidate them. Mm-hmm. That happened in September 1948 when the PKI, that is the Communist Party of Indonesia, and other left mass organizations, as well as left military forces, were accused of rebellion by Hatta government. Mm-hmm. Tens of thousands of communists were arrested and killed without due process, including the 11 main PKI leaders. And 3 months later, the Dutch launched their second military aggression, December 1948. Mm-hmm. You can see that, I mean, well, we can speculate, you know, whether there is relations, you know, between the repression against the communists and then the launching of the second military aggression. Mm-hmm. So the 1945 independence revolution was led by the national bourgeoisie with the most important figure like Sukarno, Hatta, Sahrir, etc. The communists were not in the leading position. So the Dutch military aggression, July 47 and December 48, and all the negotiation to achieve peace were essentially in favor of and benefited the Dutch colonial government. Even though the Dutch army was successfully driven out of Indonesia, economically, Indonesia still has to fight to free itself from the domination of multinational corporations and foreign capitals belonging to the Dutch, to the United States, English, Japanese, and then now Chinese imperialists. So therefore, Indonesia was and is not fully independent. Mm-hmm. That from my point of view. So Indonesia is a semi-colonial and semi-feudal country. Mm-hmm.
So the Asian Conference, the Asian African Conference, you may know this, in April 1955 in Bandung, demonstrated the great role Indonesia played under Sukarno's government in pushing forward the struggle against colonialism and imperialism. In September 1955 election, PKI emerged as the fourth largest political party in Indonesia. At that time, the army was also allowed to participate in the election. 30% of the soldiers, low and middle rank officers, voted for the PKI. This victory was beyond the expectation of the imperialists, the army elite, and the rights and anti-communist forces. Mm-hmm. So the PKI and progressive mass organization of workers, peasants, youth, women, and other sectors of population were the main forces pushing and supporting the Sukarno's government to pursue and implement anti-colonial and anti-imperialist policy, defending its sovereignty and trying to develop the national economy through self-reliance. Mm-hmm. So after Indonesia revoked the roundtable agreement, the PKI and other leftist parties and mass organizations put pressure to the government to take action to free West Irian. Yeah. So only in 63, West Irian was finally returned to Indonesia. Mm-hmm. So because of this policy, because of this progressive policy of the Sukarno's government, Sukarno's government became the target of imperialism. There were several attempts to kill him. And also the army also tried to overthrow them, to overthrow the government. In 1957, for example, the army officers under Nasution tried to overthrow the Sukarno government. They failed. But in 65, as you all know, General Suharto finally succeeded in overthrowing the Sukarno's government. Millions of communists, leftists, and supporters of Sukarno were killed, imprisoned, and sent to concentration camp. So since then, Indonesia has become completely a puppet of imperialism, headed by United States, implementing neoliberalism, mm-hmm. welcoming foreign capital investment, which has been benefiting completely the multinational corporation and the Indonesian big landlords, bureaucratic, and comprador bourgeoisie. So terrors, intimidation, slanders, tortures, manipulation, and distortion of historical fact and anti-communist propaganda by Suharto fascist military regime have deprived the Indonesian intellectual and the people in general of their critical thinking capacity. Mm. During Sukarno's government, the Indonesians were known as a highly politicized people. Mm-hmm. Finally, in 1998, the economic crisis and the student and youth resistance forced Suharto to resign. So although there is a little democratic space for the people to start voicing their opinions, and the name of the president changes depending on who wins the election, but the government continues to carry out policies in accordance with the dictates of the World Bank, IMF, WTO, and other imperialist institutions. Mm-hmm. So the PKI was not only a political party defending the interests of the workers, the peasants, and the poor. It was also an institution that carried out education widely. It launched campaign to eradicate illiteracy. It brought general education to the workers and the peasants in the countryside to raise their cultural level. Education in history and politics were given to raise their awareness. PKI has its own academy, and there was Leftist Association of Academicians. So here I come to the first question. Yeah. What the PKI has done in education was now completely lost. Education in the new era order, because of its unscientific character, because of manipulation, distortion, and falsification of historical facts, which are still going on today. All this has blunted people's capacity to think scientifically, freely, and creatively.
The young generation is not familiar with the history of colonial exploitation and oppression. For example, many of them do not know that West Papua has been part of Indonesia since the proclamation of independence on August 17, 1945. They do not know how the Dutch, with its divide and conquer policy, tried to divide Indonesia through the formation of Dutch puppet states. Mm-hmm. And they do not know how Van Mook separated West Papua from Indonesia through the Malino and then Pasar conferences, and then the Round Table Conference, and finally integrated West Papua in 1956 to the Netherlands through changes to Royal Constitution. Yeah. So it's not the Sukarno's government which annexed West Papua. It was the Netherlands that removed West Papua from Indonesia and wanted to perpetuate colonialism there. Okay, I think it's really good that you speak of West Papua as well, because that's something I also want to ask. And I think because due to time constraints, we have to keep it a bit short now. What do you think about the Indonesian government's policy on West Papua at the moment? Because we do hear news about the atrocities going on and the racism, discrimination, even genocide. Well, now about West Papua now. Look, you know, I'm against separatism in West Papua, but it doesn't mean that I'm united with the Republic of Indonesia in this case, because I also know the violation against humanity in West Papua, and I'm against that. Mm. And of course, I demand justice for the people of West Papua. Now, the thing is, you know, like I say, the education, you know, is very unscientific, you know. So there are many distortion in the history. So, like for example, young generation, you know, they think that Sukarno has annexed West Papua. So that's why now they have the right to be independent from Indonesia. I disagree with that, you know. I disagree with that. So we have to distinguish, you know. I'm against separatism, mm-hmm. you know, but I'm against the human rights violation in West Papua, and that's not surprising that the regime now, even because to me it's still the New Order regime without Suharto, because the biggest violation of human rights happened in 65, yep. you know, and the general who led the operation of the massacre recognized that they killed about 3 million people. That was the biggest crime of humanity. So after that, you know, the government of Indonesia always, or has habit to implement violence against all opinions, you know, which are critical to their policy, you know. So I'm against the separatism, but I'm also demanding justice, because they it's very clear, it's very very evident that the army also has been committing violence against the West Papua people. But that violence does not happen only in West Papua. It also happened against activists mm-hmm. in for example in Sumatra and also in Kalimantan, against peasants who are defending their land against land grabbing, you know, against the construction of these infrastructures. Yeah. Okay, so I understand that you say you need to be vocal against the human violations, human rights violations in West Papua by Indonesian government, but you're against separatism. But is it also, can't you also say that because of the atrocities of the Indonesian government, don't you think it's
logical or maybe even obvious that the Papuan people want their country to be separate from Indonesia? Well, you know, they wish that, but they wish that, and their wish is based on race. Because, you know, it's just like the Dutch, because they always say they use this identity policy. They say we are different. We are not like the Indonesian. We are Melanesian, you know. So their struggle is based on race. So they also racist in that sense, because they accuse us, the Javanese, as exploiters, as repressors, you know, and that's not right. It's not right, because among the Javanese, there are exploiters and also the poor people who are being exploited. Yeah. So I make this the class analysis, not analysis based on race, you know? Because, mm-hmm. for example, the Moluccans also belong to the Melanesian race. Yeah. And so they use the argument used by the Dutch, because when the Dutch didn't want to return the sovereignty on West Papua, what did they say? They say, no, the West Papua is not Indonesian. They are Melanesian. So you see, they are repeating, yeah. they are repeating the argument of the Dutch colonialists. Yeah. Some of them, I have talked to some activists, they say, no, we don't feel colonized by the Dutch. You see? Mm-hmm. Some young people, they say, no, we don't feel that we are colonized by the Dutch. The Dutch are good. You mm-hmm. see, that's what they said. You see? So that's why they don't know the history. Mm-hmm. They don't know, for example, in 18 something, you know, the Dutch oil company was installed in West Papua. Yeah. They didn't know that, yeah. you know? So I think based on the answers you just gave me, thank you for that, and also for the insights. I think a general line of conclusion that we have here is that we need more awareness around our history and the legacies that the Dutch colonialism has in fact impacted in the Indonesian society. I think we need to round off now because we're at the end dus nog even weer terug naar het Nederlands. Het eerste panel wil nu eventjes nog kort reageren. Ik wil op ingaan op Hadi. Ja. Over de Bersia. Ja. Ik heb gezegd van waar haalt Nederland terecht om een land die 18.000 kilometer verder als Nederland bezit te beschouwen. Ja. En twee is, Nederland was al in 1942 door de Japanners in 3 dagen tijd op de fiets eruit geschopt. Maar als Nederland vindt, want Nederland zegt dat Sukarno dus een collaborateur is. Dus met andere woorden is Sukarno volgens Nederland een onderdaan. Dus ik vind dat Nederland nu uit twee walletjes wil eten. Wat zij nou doen met de Bersiap, ze zeggen van ja, dat zijn Indonesiërs. Maar Nederland erkent ons niet 17 augustus 1945. Nederland erkent 27 december 1949. De zogenaamde soevereiniteit overdrag. Die niet meer bestaat. Ja. De RIS bestaat niet meer. Mm-hmm. Wij hebben nou Republiek Indonesië. Ja. Dus als Nederland vindt dat 27 december 1949 is, dan heb ik het over de Nederlandse perspectief. Hè? Maar ik zeg, er is maar één perspectief. Nederland is fout, punt, er is geen komma. Maar als zij dat vinden, wie zijn dan de mensen die in de Bersiap hebben gedaan? Wie zijn die mensen dan? Ja. Ik hoop dat het duidelijk is. Zeker. Even kijken, ik wil nog, ook nog mevrouw Francisca Petipiloghi eigenlijk nog om laatste woorden vragen. U hebt net ook allemaal gehoord, hè, van het tweede panelgesprek. Hebt u daar misschien nog een reactie op? Ter afsluiting? Nou ja, niet speciaal op het tweede gesprek, maar ik wou eigenlijk nog zeggen dat het Nederlandse kolonialisme, het racisme, is nog vreselijk sterk. Ik heb een heleboel
Indo-vrienden enzovoort. En ik probeer ze uit te leggen dat er geen Indo's bestaan. Er bestaan Nederlanders en Indonesiërs. Juist. En het is aan iedereen te kiezen waar ze toe willen behoren. Ja. Maar wat ik wel wil zeggen is dat het nog steeds geldt. En dat ze nog steeds zich gediscrimineerd voelen. Ik wil alleen maar zeggen dat het Nederlands kolonialisme is nog lang niet verdwenen. Ja, en daar moet dan ook meer bewustzijn voor komen. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van het programma. Ik wil alle sprekers van harte bedanken voor hun bijdrage. Jeffrey, Marjolein, Francisca Patipilohi, Dida Patipilohi en also Hadi from Indonesia. En Tatiana, thank you very much for joining us and for sharing your thoughts on this very important piece of history for Indonesia and the Netherlands. Volgende week dinsdag om 6:30 gaat Emancipating History verder met de aflevering over Sinti en Roma in Nederland en hun geschiedenis en sociale positie nu. De aflevering die u vandaag hebt gezien kunt u ook weer terugbekijken op YouTube of op de pagina van Emancipating History. Mocht u willen doneren voor het programmering van Pakhuis de Zwijger, dan kan dat via dezwijger.nl/p. Ik wil u hartelijk danken voor het kijken. En een fijne avond.